Nou, dames en heren, welkom weer bij Studio Omhaal met Johnny Omhaal. Daar staat hij weer, onze held. Goedemiddag. Goedemiddag, John. John, vandaag de uitwedstrijd bij het altijd lastige Rijshoort. Vertel wat het verslag van de wedstrijd altijd is. Lastig. Niet voor ons, hoor. Niet voor ons. We hebben nooit verloren. Oké, maar vertel het verslag eens van de wedstrijd. Hoe ging het? Het ging prima, hè. Het was meer een controlerende wedstrijd eigenlijk. We hielden ze gewoon in de tang en dan met drie uitvallen. Goals? Eén tegen Dortie dan, maar ja, maakt er ook niet uit. Mag wel van weggeven natuurlijk. Ik kan niet alles winnen natuurlijk, hè, John? Nou, dat doen we toch wel. We winnen toch. Ja, nou, dat is waar. Dat is waar. Maar John, ik zag dat jij een klein momentje, verkeerd momentje had in de wedstrijd met een ingooi. Nou, hoe zit dat? Niet gezien, hoor. Niet gezien? Nee. Nou, je gooide hem bijna een liedje de bal rond. Wedstrijd gaan kijken, zeker? Dat zou best kunnen, maar volgens mij was het toch echt onze held Johnny Omhaal het. Nee, er was niks aan de hand. Gewoon een goede ingooi. Maar ja. Maar ja, het scheelde inderdaad weinig. John was bijna heel, bijna goed. Maar, John, gisteravond, het moet gezegd, het blijkt dat jij dus in het veld ook buiten het veld scoort. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ik had er toch een aardig mooie vrouw aan de haak geslagen. Ja, beschrijf haar eens in een paar zinnen. Hoe wil je haar omschrijven? Nou, oer, lelijk, oud. Nou, dat was het eigenlijk. Dat was het eigenlijk wel. Nou, John, we hebben dus vandaag met 3-1 gewonnen. En we hadden vandaag een debutant in de selectie. Ja, dat ging goed. Die mag blijven. Weet je zijn naam ook nog? Moet ik even nadenken? Nee. Nee, niet. Nou, ik zal je helpen, John. Het is Pascal. Oh, ja, er komt een supporter voorbij, volgens mij. Ja. Thijs Visser, een supporter. Maar John, volgende week. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen. We weten het, vorig jaar de laatste wedstrijd thuis hadden we 90 supporters. Dat zelf op zijn minst verdubbeld. Eigenlijk weer hetzelfde. Of meer eigenlijk. Meer? Ja, we blijven natuurlijk nog tijd farm maken. Dus, ja, de fans scanderen nu al om je naam, hoor ik ergens in de achtergrond. Dus, ja, wat? Eraan, hè? Ja, precies, hè. Maar John, dus volgende week Ebo. Ja, we gaan winnen. Maar... Nou ja, dat moet lukken, hoor. Ja? Wat, wat is jouw voorspelling? Nou, 2-0, magisch. 2-0. Controleren doen we weer. Weer controlerend, ja. geen energie verspillen. Nee, dat is zinloos, hè. Ja. Dus meer voor de derde helft? Ja, kijk, je moet toch wel wat overhouden om dan smiddags zeker tot een, op het einde van de dag wel... Heel ziek aan doen. Maar ik zie dat we staan vlak bij de kleedkamers van de dames. Waar dan? Nou, dat staat er op het bord. Ja, dat heb ik net gedoucht. Zullen we er weer eventjes heen gaan? Nou... Of gewoon even pilsje drinken? Ze zijn uitgeput. Oké. Hey John, ik spreek je volgende week weer. Yo.